Ernie Brands, afgelopen vrijdag stond de wedstrijd tegen de graafschap op het programma. 1-1 gelijk spel. Kun je leven met een gelijk spel? Ja, als je achteraf de wedstrijd uh, analyseert, uh, als je dan uh, kijkt de eerste helft, had de graafschap duidelijk de betere kansen. Daarna hadden wij een hele goede fase. Ook in de tweede helft en zeker op het laatst. We hadden die wedstrijd ook nog gewinnend af kunnen sluiten. Alleen maar ik denk dat de, de, de uitslag wel uh, uh, 1-1. is denk wel de. Juist uitslag. En uh, vrijdag wacht Go Ahead Eagles. Hier in het Jan Louw Stadion werd het 2-1 voor FC Eindhoven. Wat is jou bijgebleven uit die wedstrijd? Uh, ja, wat was ons bijgebleven? We zaten toen in een hele goede fase, dat wel. Uh, we waren toen ook nog uh, zeg maar, weinig blessures uh, de tijd. Inmiddels heeft uh, Go Ahead Eagles alleen de uh, laatste wedstrijd verloren tegen Ajax. Daarvoor zijn ze 22 wedstrijden ongeslagen geweest. Dus dat zegt genoeg over de kwaliteiten van Go Ahead Eagles. En wat specifiek zegt dat over Ahead? Het is een enorm constante ploeg. Ja, dat, dat zeg ik net. 22 keer uh, ongeslagen. En dat wil zeggen dat je, dat, dat je gewoon goed speelt. Uh, ze hebben goede spelers. Uh, ze hebben een duidelijke manier van voetballen. Dus ja, we zullen alles in het werk moeten stellen om dat proberen die hegemonie te doorbreken. De laatste verliespartij van FC Eindhoven in Deventer dateert al van 2011. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die reeks wordt voortgezet? Ja, door gewoon uh, de manier van voetballen, zoals we die, uh, die willen gaan uitvoeren. Om daar proberen 100% uh, uh, aandacht aan te geven. En, en ervoor te zorgen dat we ja, dat we geen doepende tegen krijgen en, en gaan scoren. En uh, ja, dat, dat kan altijd. Uh, we, we hebben een goede ploeg. Alleen uh, ja, dat heb ik al heel veel vaak gezegd. Uh, we hebben door, middel, door blessures hebben wij niet steeds met dezelfde elfa kunnen spelen. Langshand wordt iedereen fit. Dus ik denk dat, we alleen, dat het alleen nog maar beter wordt.